In deze video wil ik eventjes kort aandacht besteden aan de monitoring van een Solar Edge systeem. Hoewel deze tips ook voor andere merken van toepassing kunnen zijn. Het beste wat je kunt doen met zo'n omvormer is hem via een LAN-kabel aansluiten op het internet. Dan heb je dus een goede verbinding en kan doorlopend de data van de omvormer worden doorgegeven aan het monitoringplatform. In dit geval van Solar Edge. Zodat je de gegevens inzichtelijk hebt. Er is ook een mogelijkheid om zo'n omvormer op de wifi aan te sluiten. Dan wordt er een antennetje bijgeleverd. Dat antennetje wordt meestal hierboven vastgemaakt. En de installateur zal hem koppelen op het wifi netwerk van het huis en dan werkt het. Het probleem treedt op wanneer dat wifi wachtwoord ooit wijzigt. Kijk, het eigenlijke probleem is, vroeger had dit ding een display. En kon je dat gewoon met wel heel veel moeite kon je dat wachtwoord nog wel wijzigen. Maar er zit tegenwoordig geen display meer op. Er zit een app bij. Alleen het probleem is, die app die kunnen alleen maar installateurs gebruiken. Dus mocht dat wachtwoord ooit veranderen, dan moet je de installateur laten komen. En dat kost geld voor. Hij kost heel de reut met uit. Dat is vervelend. Komt nog eens bij, dat antennetje wat hier dan bovenop zou komen voor de wifi, daar vragen ze €30 voor. En als het installateur het levert, zou er zelfs misschien wel iets bovenop gezet kunnen worden. Dat is dus duur. Dat zitten extra kosten aan. Dus hoe heb ik dat zelf opgelost? Dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb door de installateur er een LAN-kabel aan laten maken. Die loopt hier. En die loopt bij mij vervolgens naar een access point van TP-Link. Alleen de grap van dit dingetje is eigenlijk, ik gebruik hem precies omgekeerd. Normaal steek je de dingen in de stroom, komt hier het internet vanuit de router, komt erin. En hij straalt vervolgens wifi uit. Hier heb ik hem precies omgekeerd. Ik heb hem in bridge modus gezet. Dus hij ontvangt het wifi signaal van het huis. En hij maakt daar een LAN-signaal van naar de omvormer. Het grote voordeel is dat wanneer ooit mijn wachtwoord van de wifi verandert, log ik in op dit dingetje. Ik pas hier het wachtwoord aan. En er hoeft vervolgens aan de kant van de omvormer helemaal niks te veranderen. Omdat, ja, die ziet gewoon een LAN-signaal binnenkomen, een netwerksignaal. En daar hoeft hij verder niks aan te doen. Het wifi-gedeelte zit allemaal in dit kastje, daar kun je gewoon op inloggen. De grote grap is dat dit kastje kost maar €20. Inclusief BTW. Ik zal hem eventjes nog wat laten zien. Kijk, hier zie je het, hè? Hier zit de LAN-kabel in. En je steekt hem in het stopcontact. Even kijken, zo. En dan zal je gaan verbinden met het netwerk. Dus het grote voordeel is dat je dus geen dure antenne hoeft te kopen. Je hoeft ook geen merkspecifiek Solar Edge versterkertje te kopen. Of zo'n antennekastje waarmee ze eigenlijk gewoon een eigen wifi netwerk optuigen. En je hoeft nooit de installateur te laten komen om wachtwoorden te wijzigen. Dat zit allemaal in dit dingetje. En ja, wat ik al zeg, die kosten maar €20 en dan ben je klaar. En mocht je ooit dit niet meer nodig hebben, nou dan stel je hem weer omgekeerd in, een prikje hem in het huis ergens in stopcontact en dan heb je gewoon een extra wifi access point. Dit wou ik eventjes laten zien. Nou, zoals altijd is een beetje mijn slogan geworden, doe er je voordeel mee.